Heren, beste mensen, fantastisch dat u er allemaal bent. En zeker na die 5-1 gisteravond. Namens Rotary Club Heilo van harte welkom. Dat de roep van de kustrally in dit vijfde jaar, het lustrumjaar, steeds harder klinkt. Dat wordt wel bewezen, onder andere door de aanwezigheid van twee burgemeesters. Twee burgemeesters, hij loopt hier rond, zij lopen hier rond. U heeft de heer Hans Romein herkend in zijn civiele staat, maar eigenlijk in cognito en als baas van Bromsnor staan ze hier opgesteld. Maar de rally is niet alleen daarom belangrijk, tevens reikt onze roep heel ver, want er zijn hier mensen aanwezig die helemaal in Engeland hun wortels hebben. Elisabeth en Martin Plater, I don't know where you are, but you are welcome from our sister club in Croydon Rotary. Thank you. Daarnaast, ik ga niet iedereen af, maar ik wil toch even verkondigen dat vanochtend bij het krieken van de dag een morgen werd gestart op 200 kilometer afstand van hier. Jannie en Berend Bolt uit Raalte, welkom. Vandaag 200 kilometer weer terug. Ik heb jullie niet verteld dat er straks de 130 bij komen, want anders zouden jullie misschien niet gekomen zijn. En dan de voertuigen. Het is geweldig. We hebben voertuigen met 1 cilinder, 2 cilinders, 4 cilinders, 6 cilinders, 8 cilinders, 10 cilinders en ja, 12 cilinders. Buitengewoon indrukwekkend. Thans de orde van de dag. U kent het stramien. Het gaat vandaag niet om snelheid, niet om visgraad, bolletje, pijltje, niet om behendigheid. Het gaat gewoon om rijden langs de kaart die we in de map hebben gezet. Wel hebben we voor de Ferraris, de Cobra's, de Alpine, de Porsche nog 2 haarspeldbochten kunnen vinden voor u. Het gaat vandaag om het genieten, om fellowship en om ontspanning. In de map vindt u telefoonnummers die van belang zijn, arts, takel, pech enzovoort, en van de organisatie en de routekaart. Nogmaals, een lijn geeft u aan, u kunt nooit niet aankomen wat ons betreft. Als u wilt puzzelen, er zitten 2 puzzels in, u vindt foto's met een letter, zet die letter in de volgorde waarin u de afbeelding tegenkomt en u kunt een woord vormen. En u doet natuurlijk mee voor prijzen vanavond. Die zullen worden uitgereikt. Als u niet mee wilt doen met die puzzel, ook goed, want het is een ontspanningsdag. Dus laat u zich niet verplichten. En het is absoluut toegestaan om Google te raadplegen bij sommige van de vragen. Sterker, dat zult u moeten doen. U doet 4 stops aan voordat u aan de borrel kunt. En alle stops brengen u terug in de tijd. En dat gaat terug tot 1300, dames en heren, 1300. We hebben een kasteel, een ruïne, een dorp wat vroeger midden in het ei lag. En we hebben nog, God weet het, een heilige akker hier in de buurt voor u. U wordt straks, ik eindig, omgevlagd, weggevlagd, om de minuut. Dat is dan de enige vlag die we vandaag gebruiken. En vervolgens rijdt u een 60 minuten ongeveer naar de eerste stop. En daar volgt vanzelf koffie. Als u dat stramien een beetje aanhoudt vervolgens, dan zult u door dit tempo aan te houden, als u bij de stops 30, 45 minuten aanhoudt, dan zult u tussen 4 uur en 6 uur de mogelijkheid krijgen om u te bekwamen in het rijden op een Segway. Als u niet weet wat het is, dan weet u het vanavond. Dan volgt het gebruikelijke stramien. We gaan aan de borrel. En u bent daar van harte welkom voor borrel, maaltijd, prijsjes en de uitreiking van de cheque. En de arts die in Ethiopië
dit alles van ons wat we verzamelen zal besteden, die zal aanwezig zijn om het in ontvangst te nemen. En elke euro die wij verzamelen zal daar daadwerkelijk besteed worden. Ik wens u een goede rit. Doet u voorzichtig. Rijd voorzichtig. Dank u wel.